Nou, mijn naam is Patrick Nuls, ik ben 37 jaar en ik woon in Almere. En mijn hobby's zijn onder andere dingen bij televisie doen. En voor de rest vind ik leuk om daarmee bezig te zijn. Oké, zou je nog even je profiel willen laten zien, beide kanten? Dus even een kwart stap draaien. Helemaal met je benen ook. Dat je even een kwart stap. Ja, precies. En de andere kant. Yes. En dan wat je gezicht naar de camera alsjeblieft. Dan mag je je handen even zo voor je. Ja, en even draaien. Heel goed, dankjewel. Nou, je hebt de tekst van Reumre bestudeerd. Klopt, ja. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Oké. Okay. Dag dames en heren, welkom bij Reur. Ik heb vandaag weer drie stoelen voor drie gasten. En mijn eerste gast kennen we natuurlijk allemaal van televisie. Zij is bekend van onder andere het programma Koffie Max. En dat is natuurlijk Menna Goossen. En we hebben natuurlijk ook een tweede gast. Ook altijd leuk om die even voor te stellen. Hij is vooral bekend van de surprise shows, van de soundmix shows. Dan hebben we het natuurlijk over Henny Huisman. Henny Huisman, hartelijk welkom. Menna Goossen, ga alvast zitten. Ik kom zo bij jullie. Want we hebben ook een derde gast en tevens de laatste gast. En we hebben, zoals u ziet, hebben we nog een stoel over. En die is voor Ron Brandstede. Want die kennen we natuurlijk ook allemaal. Welkom bij Reur. We stellen de kandidaten, hebben we in ieder geval aan u voorgesteld. Ik heb het net al gezegd. Welkom bij Reur. En we gaan snel met hun praten. Oké, okay. Nou, dit was je aankondiging. Er zit ook een klein stukje improvisatie bij. Ja? Mag daar nog even gaan staan? Ja? En nu ben ik Ron Brandstede. Dus ik ben jouw gast. Oké. En nou goed, want je hebt nu de mensen, je hebt de gasten geïntroduceerd. Je hebt verteld dat Menna Goossen en die huisman Ron Brandstede je gasten zijn. Ja. En nu ga je natuurlijk ook een gesprekje met iemand voeren. Nou, je mag mij Ron Brandstede als Ron Brandstede zien, maar ook als Henny Huisman als Menna Goossen, als dat leuk vindt. Pak ik een kopje koffie bij. Ja. Goed. Nou, welkom Ron Brandstede. Ik heb je net al voorgesteld aan de mensen thuis. Leuk dat je er vanavond bent in het programma Reur. Je hebt natuurlijk al heel veel dingen gedaan bij de televisie. Ja. Je hebt onder andere de Ron's Honeymoon Quiz gedaan, wat erg leuk was. Heb je nog meer plannen om te doen bij de televisie? Momenteel zit ik bij Max onder contract en ik heb Wie van de Drie gepresenteerd. Klopt, ja. Dat ja. Het programma keert weer terug. Oké, daar ben ik erg blij mee. En er zit misschien nog iets anders aan te komen op de zaterdagavond, maar nou goed, je weet hoe het gaat bij de publieke omroep tegenwoordig. Hoge bezuinigingen. Ja. Ik weet nog niet of dat doorgaat, dus daar kan ik niks over zeggen. Nou, we zijn in ieder geval blij dat je er vanavond bent. Leuk dat je er in ieder geval bent. Dames en heren, Ron Brandstede. Is dit is het hele gesprek? Ja, want ik ga even naar de volgende. Nee, maar die andere twee gasten zijn er even niet, hè? Oké. Okay. Dus het is alleen maar Ron. Oké. De Honeymoon Quiz even aan het weten dat hij op dit moment Wie van de Drie presenteert, weet ook heel veel mensen. Maar probeer nou eens bij die gast iets, een antwoord naar buiten te krijgen wat nog niemand weet van hem. Snap je wat ik bedoel? Probeer eens echt iemand een interview aan de tand te voelen. Oké. Okay. Want daar is zo'n programma voor bedoeld, hè? De talkshow is ervoor. Kijk, er zijn drie gasten. Hou je meer naar? Jij bent van Koffie Max, hoe lang gaat het nog door? Zij vertelt 2 jaar. Dag Henny, kom jij nog op de televisie mee? Waarom? Jij nog? Nee, dan is het snel klaar. Dus je moet echt proberen om iets in de privésfeer of zo naar buiten te krijgen, bijvoorbeeld. Nou, verzin het. Oké. Laat je gedachten maar zo gaan. Oké. Want Ron, wij zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het met je relatie gaat. Ja, nou, dat gaat heel goed, Patrick. Gaat heel goed. Want hoe lang zijn jullie al bij elkaar inmiddels? Oh, ik bedoel, Yvonne en jij? Wij zijn nu 27 jaar bij elkaar. Oké. Okay. En nog plannen voor de toekomst? Ja, ik heb nog heel veel plannen voor de toekomst. Maar vertel, wat heb je voor plannen? Waarom moet ik toch voor plannen hebben? Met die Nee, ik bedoel, in de toekomst heb je nog leuke dingen op je, komen er nog leuke dingen op je pad? Of zeg je van nou, misschien een leuk programma nog wat je gaat presenteren of zo? Ja, dat is dus nog niet helemaal zeker, want er zijn wat bezuinigingen bij de publieke omroep. Dus er zijn wel plannen, als dat doorgaat, dat weet ik nog niet. En mocht het allemaal goed gaan en mocht het allemaal doorgaan, wat voor een programma zou je dan het liefst willen doen? Ik heb eigenlijk alles al gedaan, maar Wie ben ik vond het toch wat leukst. En waarom? Nou, André Vandaar en ik, die hebben toch wel een leuke klik met elkaar. Iedereen kwam de gasten, Karin de Tenten, het was gewoon een leuk team.
Nou, was ook inderdaad leuk om naar te kijken, inderdaad, ja. Oké. Goed, dit was Ron Brandstede in Reur.